Voor de 20e aflevering van Pauw Nieuws brachten we een bezoek aan het Sportgala 2016. We waren bij de schaapskooi om de lammetjes te bewonderen. En bij manege het Velus Ros voor de Gelderse kampioenschappen. Afgelopen zaterdag 28 januari vond er op manege het Velus Ros de Gelderse kampioenschappen dressuurrijden plaats. 70 deelnemers streden samen met hun pony in verschillende categorieën om het eremetaal en een ticket voor de Nederlandse kampioenschappen. Na ruim 10 jaar was er eindelijk weer een sportverkiezing in Ermelo. De beste sporters werden gehuldigd in een stampvolle dialoog. Je gaat ook gelijk een prijs uitreiken. Dat vinden wij leuk. Want we hebben een sport- en beweeginitiatief met maatschappelijke impact. Ja, nu gaat hij al. En jawel, hij is eruit. En wie staat erop? Dat is de pelgrimstocht naar Santiago. Daar hebben we ook een prijs voor, de sportvrijwilliger. En een prijs moet natuurlijk uitgereikt worden. En bovendien is ze ook nog Olympiër geweest in 1996, de Spelen van Atlanta, waar ze vierde werd in het vrouwendubbel met haar partner Brenda Schultz. Jongens en meisjes, dames en heren, we begroeten hier Manon Bollegraaf. En de roffel die gaat weer spelen, want het gaat spannend worden. Wie wordt de sportvrijwilliger 2016 van Ermelo? Dat gaat een ramp eruit. Ja, en hier komt de naam. Bertha Hoeven-Smit. We begroeten hier Mario van Dierenbe. Ja, we gaan de sporttalent bekijken. Wie wordt de sporttalent? Tessa Hoeven. Wat een prachtig, wat een machtig moment. Een oud wereldkampioen en Europees kampioen met het jonge talent van Sparta, 13 jaar Nederlands kampioen. Jongens en meisjes, dames en heren, we hebben het over de drievoudig Olympiër, driemaal goud gewonnen op de Olympische Paralympische Spelen, Jaap de Vries. Wie wordt de sporter met een beperking 2016 van Dennis Bout. De Special Olympisch 2016 in Nijmegen, goud op de 100 meter, goud op de 1500 meter, hier is die. Ja, plus. Ja, heel goed. Ja, check. De plus, ja. En ook nog, ja, een boek. Kijk, begrijp ik. Ja, hij zit erin. Ik was tijdens spreken, dus ik ben niet goed tijdens spreken. Alsjeblieft. Het was nooit gelukt zonder de allerbeste trainer, Suris Kanijn. Bedankt voor alles. Het is eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen, de bekendste Nederlandse schaatstrainer aller tijden. En nog steeds gaat hij 2 keer per week is hij actief als schaatscoach. Ja, dat moeten we straks even bevragen. We hebben het natuurlijk hier allemaal over Lee Fromme. Wie wordt de sportman 2016 van Ermelo? Dat wordt Maurice van der Reef. Maurice van der Reef. En Bloemen. Nee, laat me het kort houden. Oké, laat me het kort houden. Het gaat om de verkiezingen, toch? Ja, zeker even. Het gaat om de verkiezingen. Nou, ik zou je zeggen, we hebben 3 kandidaat ploegen. Want het blijkt op deze avond maar eens te meer. Eens te meer, dat is een mooi woord ook. Gebruikt de Theo Komen altijd. Het blijkt eens te meer dat wij toch wel een exportdorp zijn. Toch? Ja, jij zegt het. Is dat zo? Ja? Nou, geweldig. De sportploeg 2016 van Ermelo is het team van DV Do. Hier met de ploeg naar voren komen. De hele ploeg. Iedereen naar voren. Iedereen erbij, in die rolstoel. Allemaal naar Evert.
gezicht naar het publiek. Naar de fans. Broekhuis, meer dan auto's. Dat was de slogan van het autobedrijf. In 1972 werd een pand gebouwd aan de Oude Telgterweg. In 2009 verhuisde dit bedrijf naar een nieuwe locatie in Harderwijk. Afgelopen week werd het pand eindelijk gesloopt. Er komen op deze locatie 18 woningen in een nieuwe woonwijk, de Oude Telgt. De bouw van de woningen start volgende maand. Afgelopen week begon de lammertijd in de Ermeloze schaapskooi. Nou, we zijn eigenlijk nog maar net begonnen. De planning was dat het dit weekend los zou barsten, maar de woensdag, afgelopen woensdag, is de eerste geboren. We zitten nu op 10 lammetjes van 7 schapen. En nou, het is op het moment heel rustig, maar we verwachten ruim 200 lammeren. Dus het gaat nog heel druk worden met het aflammeren. 5 weken hebben we er allemaal bij de kudde verlopen, dus in principe kan de lammertijd ook zo lang duren. Op zich kunnen deze schapen, het Veluwsheideschaap, kan heel goed zelf aflammeren. Je hoeft in principe geen hulp te hebben. Maar bij complicaties is het wel nodig dat we dan even helpen. En ja, dat is eigenlijk wat we in de gaten houden, of het nodig is om te helpen. En omdat het er zoveel zijn in zo'n korte periode, willen we wel zorgen dat de goede lammetjes bij de goede moeder blijven. Dus op het moment dat ze gelammerd hebben, zetten we ze ook gelijk apart, zodat ze het goed in de gaten kunnen houden. Of de lammetjes genoeg te drinken krijgen en of het schaap goed wil eten en alles. En als het allemaal goed gaat, dan gaan ze in een groepje met een aantal schapen met lammetjes. En dat groepje is dan steeds ook op een scherm in het bezoekerscentrum te zien op een tv-scherm, want daar hebben we een camera op geplicht. We hebben vrij laat een lammetjesdag. We hebben op 1 april dit jaar lammetjesdag. Maar dat hebben we bewust zo gedaan dat de lammeren net wat groter zijn. Dus stressvolle dag aan kunnen. Ja. Waarom hangt er trouwens hulst in de kooi? Nee, dat is een oud gebruik en dat zou moeten werken tegen zere bekjes bij de lammeren. En ja, ik heb het van horen zeggen dat het werkt en ik heb zoiets van baat het niet dan schaadt het niet. Dus ik heb 4 bosjes opgehangen en ja, collega's herders doen het ook. We zijn er jaren van bespaard gebleven van die zere bekjes bij de lammeren. Alleen vorig jaar hadden we toevallig een aantal lammetjes die het wel hadden. Maar ja, we willen graag voorkomen dat het dit jaar weer toeslaat. Dus vandaar de hulst. En nou ja, als het werkt dan is het ook prima. Zoals iedereen heeft kunnen lezen via de verschillende social media kanalen van DVS, is er na Roeland de Berge al snel een interim trainer gevonden, Willem Leushuis. Je staat bekend als een tactisch en duidelijke trainer. Wat moet er volgens jou anders in dit team? Nou, ik moet eerst complimenten maken aan de vorige trainer, want ik vind best dat hij het goed gedaan heeft. En ze hebben natuurlijk een hele slechte periode achter de rug en zijn uiteindelijk de spelers verantwoordelijk voor en de staf en de trainer. Maar uiteindelijk toch de groep is daar verantwoordelijk voor, want die staan op veld. Dus die groep moet zeker naar zichzelf kijken. En ik denk dat zij niet er alles uitgehaald hebben wat erin zit. En dat ze veel kritischer naar elkaar moeten zijn. En een stukje passie en beleving wat ik gezien heb om de beelden, dat ontbreekt. En dat zit toch in jezelf. Het is intrinsieke motivatie. En een trainer kan er wel iets aan bijdragen. Maar ik denk dat deze trainer niks te verwijten valt en dat hij het heel goed gedaan heeft. Alleen de spelersgroep die zal wakker geschud moeten worden. Dus, maar ja, ik heb heel weinig tijd, dat moeten zij ook begrijpen. Alles moet in zeer korte tijd gebeuren. En het is een inhaalslag op tactisch gebied, op technisch gebied, misschien wel op conditioneel gebied. Dus ik zet het behoorlijk onder druk. Ik zet mezelf onder druk, ik zet de club onder druk en ik zet de groep onder druk. Wat wil je met DVS bereiken? Wat is je doel de komende 13 wedstrijden?
Ja, in ieder geval een zorgeloos seizoen spelen. En in ieder geval behouden, niet degraderen. Dat is prioriteit 1. En als dat kan met een hoop lol en vreugde, prima. Als dat moet met ellende, dan maar met ellende. Maar de doelstelling is gewoon om niet te degraderen. En ja, ik ben altijd ondeugend. Er is natuurlijk ook nog een derde periode te verdelen. Dus ja, wie weet. Ik bedoel, ja, alles mogelijk in de voetballerij. 2 jaar geleden maakte het college de keuze om flink te bezuinigen. Men kon toen niet overzien wat dat zou betekenen. En daarom beloofde de wethouder dit te monitoren. Het moet immers niet zo zijn dat Ermelo gaat verloederen. Hoe zou de wethouder dit bord dan noemen?